Het eenzijdig verbod op handel of andere commerciële activiteiten dat door de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij KLM aan Suriname werd opgelegd, is gisteren opgeheven, zegt Vijay Chotkan, hij is directeur van NV Luchthavenbeheer, in gesprek met onze redactie. De KLM had besloten om per 1 februari geen vracht meer vanuit Paramaribo naar Nederland te vervoeren. Een van de redenen zou zijn de forse vermindering voor vracht en postzendingen op de vluchten. Chotkan zegt dat na een constructief gesprek met de leiding van KLM, waarin de verschillende wederzijdse afspraken zijn besproken, er is besloten het eenzijdige embargo op te heffen. De afspraak die we hebben gemaakt is dus dat zij aan de hand daarvan ook per direct hun embargo die ze hebben opgelegd eenzijdig gaan opheffen. Zaken zijn naar elkaar toe vastgelegd, ook via de mail. Gesprekken ook nog verder gevoerd intern. En uiteindelijk is dus dat stukje van het opheffen doorgevoerd. We verwachten natuurlijk dat er in de toekomst dit soort zaken zich niet meer voordoen. Vandaar dat wij dus niet alleen een constructieve houding hebben aangenomen naar KLM, maar ook naar andere actoren toe sowieso. Maar dat wij dus wel hebben gevraagd dat van hun, maar ook van ons, wordt verwacht en wordt geacht dus dat wij dus die open communicatie behouden. En dat we praten met elkaar wanneer zaken dus in ieder geval niet pluis lijken, om het zo aan te geven. Door het embargo is er een professioneel onderzoek verricht die een beter beeld moest geven waar de baan aan transformatie onderheven is. Het onderzoek wees uit dat er een manier moest worden gezocht om de geconstateerde gebreken op te lossen. Daarvoor is er naar zeggen van Chotkan reeds een structurele oplossing gevonden. We zijn dus hard bezig geweest om ook verder te studeren en studies uit te voeren. En we hebben gemerkt dus dat qua weersomstandigheden Suriname en de US, wij dus ons terug kunnen vinden in een middel, welke een verhardingsmiddel om scheuren te herstellen, welke dus in Amerika wordt gebruikt. We hebben de bestelling al geplaatst. We verwachten volgende week al onze batch die dus naar Suriname wordt getransporteerd. En dan gaan wij dus verder zaken doorvoeren. De mitigerende maatregelen die we als airport verplicht zijn door te voeren, die hebben we geruime tijd terug al doorgevoerd. Op tijd inspecties voor een landing, na een landing, het schoonmaken van de apron, zodat er dus in ieder geval geen FOD plaatsvindt. U begrijpt dat er delen kunnen loskomen en daar moeten we voor zorgen dus dat dat niet gebeurt. Groot onderhoud zal natuurlijk ook plaatsvinden aan de hand van het rapport die dus door de consultant, wij verwachten het in februari nog. De directeur zegt dat er vooral wordt gewerkt aan het verbeteren van de communicatiestroom, zodat deze zaken zich in de toekomst niet meer voordoen. Het is voor hem van belang dat er transparantie is in beleid. En daar horen beide landen invulling aan te geven. Vanaf morgen, zaterdag 4 februari, wordt er vanuit Suriname weer vracht vervoerd door de KLM.